Welkom in 2022. Voor de eerste keer sinds 2018 heb ik alle Spider-Man films teruggezien. En deze ranking krijgt dus eindelijk een update met de nieuwe film No Way Home. En eerlijk is heerlijk, what the fuck was dat een goede film. Echt waar, echt waar. Deze ranking is dus niet langer een update zoals toen met Far From Home. Nee, ik heb alle films teruggekeken en mijn mening is over vrijwel alle films eigenlijk in positieve zin veranderd. Ik denk dat er geen enkele film echt naar beneden is gegaan. Ze zijn allemaal omhoog gegaan. En natuurlijk, niet iedereen kan op 1 staan en op 2 en op 3. Het zal er altijd van onder in de lijst staan en van boven in de lijst. Maar denk eraan, Spidey fans, alle Spider-Man films, zelfs de laatste, zijn eigenlijk goede films dus. Spider-Man is nog steeds mijn favoriete superheld. En dat heeft het herbekijken van al die films bewezen. Maar ik heb toch wel echt één film waarvan ik denk dat is duidelijk de minste. En dat is Spider-Man Far From Home. Weet dat ik deze film ook niet langer haat, maar toen ik de cinema uitkwam, vond ik dit al eigenlijk een soort van flop. Wat ik zeer leuk vind aan deze film is dat Peter Parker op schoolreis door Europa gaat en daarom krijgen we locaties als Praag, Venetië, Berlijn en Londen te zien. Zelf Holland wordt even in beeld gebracht. En dan bedoel ik niet Tom Holland, maar het land, hè, Nederland. I thought my jokes were bad. De karaktermomentjes tussen Tom Holland's Peter Parker en Zendaya's MJ zijn heel leuk en ze hebben echte chemie samen als koppeltje. Ook al had Peter Parker in de vorige film nog geen interesse in haar. Happy Hogan is leuker in deze film en de meeste humor die overbodig is, is toch nog wel meestal grappig, dus het werkt nog wel. Jammer genoeg liggen er ook wel wat problemen in deze film. De schaduw van het MCU en zeker Iron Man is nog steeds enorm. En Nick Fury heeft naar mijn mening geen nuttige rol in deze film. Het grootste probleem is echter de schurk Mysterio, gespeeld door Jake Gyllenhaal. Visueel wederom een tegenstander om u tegen te zeggen, maar het hele idee dat hij een kwade werknemer van Tony Stark was en nu met duizenden drones een superheld wilt worden, is gewoon te ver gezocht. De illusies zijn coole scènes, maar de hele finale is te bombastisch en voelt veel meer aan als een Avengers film dan een Spider-Man film, waar het allemaal iets kleinschaliger net is. Al bij al is Far From Home dus zeker een kijkbare film, maar zeker de minste uit de franchise. Op 7 hebben we dan Spider-Man Homecoming. En zeker van deze film wil ik zeggen, deze film is echt in mijn achting gestegen. Dus ik noem dit geen zwakke film op zich. Maar de concurrentie is hard in deze ranking, ik zal het zo zeggen. Tom Holland speelt Spider-Man op een geweldige manier. De eerste acteur die er ook echt uitziet en handelt als een tiener. De klasgenoten voelen echt aan, de chemie met Liz is voldoende. En beste vriend Ned is ook zeer leuk. Wanneer men Peter Parker in de film brengt is fantastisch, maar het probleem is dat dit het bewijs is dat Spider-Man in het MCU proppen niet echt een goed plan was. Eerst en vooral missen we de klassieke Spider-Man zaken zoals Uncle Ben. En het pak van Spider-Man is hem gegeven door Iron Man die een beetje de mentorsrol heeft. Dat Iron Man die mentorsrol heeft, dat kunnen ze echt wel in de film goed uitleggen en goed gebruiken, maar dat hij een pak heeft dat eigenlijk meer een Spider-Iron pak is. Jurtje, ik vind dat zo'n beetje niet leuk zo. Ik vind deze film ook kinderachtiger dan de vorige Spider-Man films met de andere acteurs. Maar niet gezegd dat er niks goed is. Het beste aan deze film is zeker weten Michael Keaton als de Vulture, de vader van zijn crush dan nog wel, en een schurk die net als Walter White het heft in eigen handen neemt. Visueel en karaktergewijs een geweldige film. Maar gewoon een beetje een rare weg in het MCU waar ze in zijn gegaan. 6 hebben we dan The Amazing Spider-Man 2. Het is traditie dat deze film altijd gehaald wordt en van onder in de rankings staat. Uiteraard ga ik die traditie breken, hè. The Amazing Spider-Man 2 is helemaal niet slecht en zwaar underrated. Misbegrepen ook. Ik ga niet alle problemen die deze film heeft ontkennen. Deze film heeft nog altijd het ijzersterke duo van Peter en Gwen en brengt ook Harry Osborn in de mix. Maar Harry is echter niet de hoofdschurk en dat is Electro. Electro is visueel echt sterk, maar zijn motieven zijn erg flauw als je erover nadenkt.
Harry verandert in de Green Goblin en visueel heeft hij de make-up, maar het achtergrondverhaal is niet zo sterk. De actie in de film is wel goed, met als hoogtepunt het gevecht op Times Square. Sommige personages zijn overdreven, zoals Electro, en ik denk ook dat men veel te snel naar de Sinister Six wou gaan op het einde van de film. Dat we geen Amazing Spider-Man 3 hebben gekregen is echter verschrikkelijk. Want de dood van Gwen Stacy hier is misschien, daar kan over gediscussieerd worden, maar het is misschien de meest emotioneel sterke scène uit eender welke Spider-Man film. En ik zeg dat als liefhebber van de originele film uit 2002, hè, waar Uncle Ben sterft. En No Way Home heeft ook zijn best gedaan om een emotioneel krachtige scène erin te steken, maar meer daarover straks. Amazing Spider-Man 2, zeker niet zo slecht als iedereen hem noemt, maar een van de mindere uit de hoop. Op 5 hebben we die andere film die nogal eens van onder in de rankings belandt, Spider-Man 3. Het bewijst maar eens hoe goed deze franchise eigenlijk is, dat Spider-Man 3 eigenlijk een van de mindere is. Het is zonder twijfel de minst goede uit de Sam Raimi trilogie. Ik zal eerst met het negatieve beginnen, dan zijn we daar vanaf. De driehoeksverhouding tussen Peter Parker, Harry Osborn en Mary Jane Watson is min of meer afgezaagd aan het worden op dit moment in de franchise. Sandman is op zich een visueel interessant personage, maar zijn geforceerde achtergrondverhaal van de moordenaar van Uncle Ben te zijn is compleet onnuttig. Venom op zich heb ik niet zoveel problemen mee, al is het wel duidelijk dat hij er op het laatste moment is aan toegevoegd aan de film. Deze film heeft wel de ultieme confrontatie tussen Harry Osborn en Peter Parker en na twee films dat hebben opgebouwd, is dat wel echt goed. Dat hij dan sterft is emotioneel ook krachtig. En al bij al, de finale werkt nog steeds wel. De Sam Raimi trilogie had nog veel beter kunnen eindigen, dat weet ik ook, maar voor wat we nog hebben gekregen is het zeker nog een goede film. En over emo Peter Parker ga ik niet te veel zeggen. Op zich is dat een beetje overdreven, maar het is zo fun. dat ik toch dat niet kan laten. You disgust me. Go on. Op de vierde plaats hebben we dan The Amazing Spider-Man. Je kan wel claimen dat deze film een klein beetje in mijn achting gedaald is, maar ik vind dit nog steeds een zeer goede film. Andrew Garfield is een zeer goede Spider-Man. Maar ik denk dat hier de fout vooral ligt in het feit dat we veel te snel een reboot hebben gekregen en de mensen nog te veel nostalgie hadden aan de Sam Raimi trilogie. De donkere en serieuze toon zorgt er wel voor dat de gezelligheid van Sam Raimi verdwenen is. Minder campy, maar ook vooral het feit dat het origin story opnieuw gebracht is. Was een recept tot falen. In vrijwel alles is de dood van Uncle Ben, de beet van de spin, het begin van Spider-Man's krachten, een inferieure versie van de eerste filmen. Maar op zichzelf staande doet The Amazing Spider-Man veel goed. Andrew Garfield is goed. En zijn geweldige chemie met Emma Stone als Gwen Stacy is natuurlijk fantastisch. Hun relatie is schattig en veel realistischer en beter dan de drie films van soaproman-tiek Tobey Maguire en Kirsten Dunst. De Lizard is een sympathieke vijand, al is hij niet zo memorabel als voorgaande schurken. Vooral visueel ook weer heel sterk eigenlijk, hè. Een dinosaurusmens. een goede reboot, leuke film, maar ja, kan net niet die magie bevatten van onze top 3. En op 3 hebben we Spider-Man 2. Ik vond deze film vroeger wat overrated, maar met het herbekijken moet ik toegeven, Spider-Man 2 is een fantastisch vervolg op de originele film uit 2002. Niet beter bij mij. Pardon me, but that's bullshit. Het is een meesterwerk. Wat deze film zo sterk maakt is de fundering van vorige film. Peter Parker heeft nu moeite om te balanceren tussen het leven als superheld en gewone mens. En de complexiteit hiervan maakt dat hij tijdelijk stopt als superheld en zijn krachten verliest. Deze film heeft de meeste diepgang van alle films uit deze franchise. En dat is ook goed te zien in de schurk. Dr. Octopus is geen slechte mens, maar wel een sterke vijand die gek wordt in zijn experimenten. Het treingevecht en de climax zijn bij de sterkste scènes uit de complete franchise. Niet mijn persoonlijk favoriete film, maar zeker een waardige nummer 1 voor veel andere mensen.
En op de tweede plaats komt No Way Home binnen. Om eerlijk te zijn, ik had nooit verwacht dat een Tom Holland MCU film zo hoog zou komen, maar deze film is fantastisch. Yes! Maar dat weet u, want iedereen heeft hem al gezien. Het is de eerste film in de pandemie die 1 billion raakt, dus fantastisch, echt waar. Het multiversum, het leek een gek en onnozel idee, maar No Way Home krijgt het gedaan. Het is niet enkel de beste MCU Spider-Man film, maar een van de betere Spider-Man films ook. Tom Holland krijgt eindelijk de kans om zwaar te acteren, zeker wanneer Tante May sterft. Dit zag ik niet aankomen en emotioneel wordt het nog krachtiger zelf wanneer hij samen met de vorige Spider-Mans, Tobey Maguire en Andrew Garfield, alle vijanden van voorgaande multiversum films moet bevechten, waaronder hoofdschurk Willem Dafoe als Green Goblin. Heel het idee van verschillende realiteiten die samenkomen is mogelijk omdat Doctor Strange per ongeluk een fout maakt met een spreuk. Om eerlijk te zijn is de reden waarom dit multiversum gedoe gebeurt niet zo interessant en nogal vergezocht. Maar het was nodig om te komen wat het resultaat is natuurlijk. Het eerste deel van de film is leuk, maar niet uitmuntend. Maar zodra alle Spider-Mans samenkomen is het fantastisch. Ook het einde is geweldig wanneer Peter Parker helemaal alleen is, zonder de andere Spider-Mans en MJ en Ned hem niet eens meer kennen. Ik zat in de cinema tussen allemaal joelende mensen en ik was even bang dat de jeugd van tegenwoordig Tobey Maguire en Andrew Garfield niet ging kennen. Maar ook zij zaten gewoon... Ah, daar is die! Daar is die! Ja, inderdaad. Daar is die van die oude film! Ah! Ja, inderdaad. Die reacties. Zo moet het ook. Ik heb fragmentjes al gezien op YouTube van mensen die allemaal aan het schreeuwen waren en al. En de cinema waar ik zat was nog redelijk rustig, maar oh man, ik had eigenlijk op openingsdag daar moeten zitten tussen de echte fans en mee liggen roepen. Want dit type film ga je nooit meer meemaken. Ik ben er zeker van. Dit is gewoon een niveau boven alle niveaus. Ga gewoon kijken. Naast mij zat er een meisje de hele tijd te lachen met alle mopjes en te wenen met de emotionele momenten. En ik kan die compleet begrijpen ook. Maar op nummer 1, toch Spider-Man uit 2002. Ja, dit is de ultieme superheldenfilm voor mij. Simpel verhaal, maar o zo goed. Peter Parker verliest zijn onkel Ben en krijgt het moeilijk in het leven en de liefde. We zien hoe hij zijn krachten krijgt met een spinnenbeet en hoe hij het moet opnemen tegen Norman Osborn, de Green Goblin. De beste schurk ooit. En die powersuit, waar iedereen altijd mee lacht, vind ik persoonlijk geweldig. Het enige wat ik jammer vond aan No Way Home, dat ze dat eruit hebben gehaald. Maar ik begrijp, alle andere fans wouden dat er per se uit. Dus grote overwinning voor hen, zogezegd. Klein verlies voor mij, dus ik kan ermee leven. Dit is echt de beste superheldenfilm ooit. Maar ik kan dat eigenlijk weer niet in een paar zinnen gezegd krijgen waarom. Dus ik stel iets voor. Willen jullie ooit volledige reviews, analyses van de Spider-Man films zien? Like dan zeker deze video en reageer, want ik zit met het idee om enkele analysereeksen te doen waarin ik een film volledig bekijk en al het goede en slechte eruit haal. Ik wil eigenlijk beginnen met Jurassic Park, omdat dat nog iets meer mijn franchise is. Maar James Bond, Spider-Man, Lord of the Rings, Indiana Jones, die verdienen ook allemaal zo'n analysereeks eigenlijk. Dus laat het mij weten of dat de moeite is. Want deze iconische films zoals Spider-Man verdienen echt wel liefde van iedereen. En ik wil eigenlijk gewoon elk ding vertellen wat er zo goed is aan deze films. En de paar dingen waar ze eens de mist in gaan. Maar goed, ik heb deze ranking er nog rap tussen gedraaid, want ik was eigenlijk aan het achterlopen in het schema. Ik kan al geen Matrix ranking meer doen, dus jammer maar helaas. Sorry, maar dat komt er niet meer van. Maar Matrix is toch niet zo echt mijn franchise. Goed, veel gezegd, lange video waarschijnlijk, maar ik vind dat deze franchise alle liefde verdient. Goed, ik ben er dan mee weg. Titterititi.